Ja, jullie zijn allemaal net gedegradeerd. Ruben den Oude, je bent verantwoordelijk voor het technische beleid bij de Almeerse hockeyclub. En de eerste speler is al bekend die weggaat. De doelman gaat vertrekken. Ja, dat klopt. Ja. Flip Bijfman gaat ons verlaten. Na twee mooie jaren voor hem. Maar hij gaat inderdaad weg. Hij heeft getekend bij hockeyclub Den Bosch. Ja. En hoe komt dat nieuws bij jullie binnen? Ja, niet als een verrassing, moet ik zeggen. En Flippe is daar altijd open en eerlijk in geweest. Er is interesse in mij door andere clubs. En wij hebben ook gezegd van ja, hou ons op de hoogte. Zeg maar wat je gevoel zegt dat je moet doen. Ik moet aangeven dat Flip hier is gekomen om ervaring op te doen in de hoofdklasse. En daarbij heeft hij ons enorm geholpen. Want hij is echt een perfecte keeper. En ik snap ook heel goed dat hij op het hoogste niveau wil blijven acteren. Ja. Hebben jullie het zien aankomen dat hij ging vertrekken? Jullie wisten het al even? Ja, wij wisten het al eventjes. En daarvoor zie je het eigenlijk al aankomen. Want er is gewoon van diverse clubs is er interesse. En wij hebben al de afgelopen weken dit met elkaar besproken. Dus voor ons komt het niet meer als een verrassing. Niet als we zijn gedegradeerd en de keeper gaat er vandoor. Nee. Waren er nog andere hoofdklasses in hem geïnteresseerd? Er zijn meerdere clubs, ik kan ze zo niet even reproduceren, maar er waren meerdere clubs geïnteresseerd in de keeper, inderdaad, klopt. Ja. Uit de hoofdklasse? Dat klopt inderdaad, uit de hoofdklasse, ja. Hij gaat nu naar Den Bosch, dus jullie hebben een keepersprobleem? We hebben inderdaad geen keeper meer op dit moment bij Heer 1, tenminste voor volgend seizoen. Wij zijn natuurlijk al wel de afgelopen weken bezig om te kijken om Flip te vervangen. En we hebben wel een aantal lijntjes lopen op dit moment, ja. Maar er zijn nog geen beslissingen in gevallen? Wij hebben nog geen concrete beslissing daarin genomen. We willen sowieso keepers zien op onze training. Dus wij vragen ook aan die keepers waar wij contact mee hebben om een keertje mee te komen trainen. Want je kan heel goed keepen, maar als je niet in het team past, dan werkt dat niet. Is een terugkeer van Jurie Beck, is dat denkbaar? Alles is denkbaar. Jurie Beck, fantastisch keeper, kan nog op het allerhoogste niveau mee. Alleen die heeft gekozen voor een maatschappelijke carrière en daar wil hij zijn tijd aan spenderen. Ja, maar volgend jaar een divisie lager, wellicht dat voor hem een optie is om dan wekelijks toch weer bij het eerste te zijn? Ja, we gaan wel een divisie lager, alleen qua trainingsintensiteit zal het gewoon hetzelfde blijven. Dus er gaat niet zoveel veranderen aan het niveau en aan de trainingsintensiteit of de intensiteit van het hele hockeyspelletje. Dus je verwacht niet dat Jurie Beck volgend seizoen jullie doel verdedigt? Nee, wellicht weer een wedstrijd zoals hij dat afgelopen periode wel eens heeft gedaan. Dan kunnen we altijd een beroep op hem doen, maar niet structureel.